kent geen gevaar. En als hoofdvlieger maak jij jouw dromen waar. Ook al heb je het hoog in je boog. Al ben je klein, denk klein maar fijn. Want ook jij kunt reusachtig zijn. Ook al heb je het hoog in je boog. Ik weet nog goed... Sorry! Ja, sorry, zeg dat wel. Dat verhaal gaan we niet vertellen. Nee, we zijn hier voor Pieter Konijn. De held van ons verhaal. Een jong konijn met een blauw jasje aan en geen broek. Hey! Durf je wel kleintjes te pesten? Dat mag ik jou. Wow, dat was niet de bedoeling. Er zijn minder gevaarlijke manieren om aan je eten te komen, hè? Ja, maar dat is minder leuk. Hey, wat had ik nou gezegd over de tuin insluipen? Dat ik bloemkool voor je mee moest nemen? Ja, brave jongen. Nou, ga maar gauw. Oké, praat me bij, Benjamin. Hij maakt het gazon, dus misschien hebben we net genoeg tijd. Moet je hem zien. Pure slechtheid. Hij is zelfs boos op die grasprieten. Hé, hey, misschien een gek idee. Wat als we er niet heen gaan? Want laatst had hij je bijna te pakken. Wat ben je toch een lievertje. Ik kan je wel opvreten. Dat is dus precies wat hij wil doen met jou. Oh. Hoger, hoger. Waarom sta jij altijd bovenaan? Omdat ik de oudste ben. We zijn een drieling. Ik ben toch de oudste. Met mijn 16 secondes. Oh. Moet jij je staart eigenlijk niet eens wassen? Oh. Oké, okay, speelkwartier is voorbij. Kom op. Yeah. Ik ben er het eerst. Nee, ik ben er het eerst. Oh, dat is niet eerlijk. Geef je ogen de kost, want wij hebben deze kost absoluut verdiend. Sorry. Ik heb echt zo'n slechte conditie. En ik eet alleen sla. Dat is de slasaus. Gooi niet alles erop. Of neem alleen een vleugje citroensap. Dat verandert je leven. Echt waar. Juist. Jullie weten hoe dit gaat. Ik ga het niet ontkennen. Deze operatie is roekeloos. Onbezonnen. Ja, zelfs gevaarlijk. Maar het zal ons lukken. Want ieder van ons heeft een beslissend aandeel. Speciaal toegesneden op het talent dat hij of zij heeft. Uitkijk, 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 uitkijk. En de held. We gaan ervoor. Ik ga met je mee. Ik dacht niet. Hoezo? Denk je dat ik met mijn voet in een val kom te zitten? Want dan knauw ik hem eraf. En dan noem jij me stompje voor de rest van mijn leven met mijn gruwelijke litteken. Maar alle echte wonden zitten hier van binnen. Moest ik even kwijt. Dat geeft niet. Ik ben je broer. Ik hou het voor me. Oké, koppen bij elkaar. Zijn we er klaar voor? Ja, 100%. Altijd. Ik denk het. Ik hou van jullie. Oké, we gaan ervoor. Dit wordt echt superleuk. Oma da bocca vi chita va bene. Si tu la parla mi es americano. Oma da bene un cade di I love you. Krosla, radijsjes, eigenheimers. Weet je wat onze eigenheimer is? Dat wij met z'n allen de groeten van die man stelen. Ha! Want eigenheimer klinkt als eigen geheim. Nooit een grap uitleggen. Mopsy! Ja. Mopsy! Wipstaart! Oeh! Dit kan ook wel. Kosttomaten, vleestomaten, cherrytomaten, snacktomaten. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Wil je er een paar? Hou op met die flauwe kul. Ik kan flauwe kullen wat ik wil. Hij hoort ons toch niet met die grasmaai. Konijnen. Stop! Ja.
wegwezen. Pieter, nee. Ik ga het daarin stoppen. Niet doen. Vind je dat een slecht plan? Ja, dat is een slecht plan. Je bent niet duidelijk. Ja of nee? Het is absoluut nee. Ik zie je mond niet door het hek. Nee, 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 nee. Volgens mij zei je ja. Nee. Dan ga ik voor ja. Nee, nee, Pieter. Wat? Oh, oh nee. Nee. Pieter! Nee! Ah! Wegwezen! Konijn, ik stop jou in een badstijl. Doe dat jasje uit. Net zoals je vader. Goedemorgen, meneer Verhoef. Oh, ben jij het? Wat een mooie dag, vindt u niet? Geef me dat konijn. Er zit geloof ik iets in uw... Was dat een knipoog? Ik wist niet eens dat we dat konden. U ziet er goed uit. De uitstulpende ader op uw voorhoofd is verdwenen. Doet u maar meditatie. Dit is mijn groentetuin. Ik geef het even door. Dit is zijn groentetuin. Klaar is Kees. We zitten allemaal op één lijn, dus deze konijnen onderdrukken nu hun natuurlijk instinct om zichzelf te voeden. Nog één keer, hè? En ze zijn er geweest. Dat geef ik ook nog wel even door. Dit is Bea. Zij is de buurvrouw van meneer Verhoef en de konijnen. Raad eens wie ze aardiger vindt. Ja, kom maar. Gaan jullie drinken? Ga dan er niet meer naartoe, jongens. Help jullie bijna te pakken. Kom maar hier, kleintje. Dan droog ik je af. Ze is kunstenaar. Ze is naar het platteland verhuisd om te kunnen schilderen. Oh, het geeft niet als je haar schilderijen niet begrijpt, mooi vindt of niet weet hoe je ernaar moet kijken. Ze zijn super slecht. En dat weet ze. Dus voor haar plezier maakt ze portretjes van de dorpelingen. Echt heel mooi. Maar ze herinneren Pieter aan wat hij en zijn familie hebben meegemaakt. Beloof dat ik er altijd voor je zal zijn. En dat is ze ook. Al sinds hun moeder overleed. Oh. De regen is gestopt. Wat naar van papa Tjatje. Wat naar voor je van papa Sjasje. Dat zei ik toch al? Ja, maar als de oudste het zegt, dan betekent het gewoon net iets meer. Het is maar een jasje. Papa en mama zitten hier nog. En hier, en hier, en hier, en hier... Maar minder bij jou, want jij bent maar een neef. En ook nog aangetrouwd. Jij bent de koude kant. Ik zeg niet dat je minder bent, maar ik... Nou ja, zo is het gewoon. Oké, lieverd. Beloof dat jullie uit de tuin blijven. Terug, pap.
zou komen. Die dame is niet in de buurt om je te beschermen. Ik denk zo dat ik vanavond pastei ga maken. Konijnenpastei. Wat? Wat? Wow. Is hij? Dat is vrij definitief. Erg definitief. Dat betekent dat het gelukt is! Het is mij gelukt! Het is me gelukt! We zijn van hem af, lief de honger! Aanvallen maar, jongens! Ben je in zijn tuin geweest? Nee, ik ben in onze tuin geweest. Zonder uitkijk, dat soort gedrag wordt nog eens iemand dood. Inderdaad. Is Verhoef dood? Hij is nu ergens waar hij het beter heeft. Serieus? Ja. In die ijskoolwagen met die flitslichten. In werkelijkheid was de oude man zich helemaal niet doodgeschrokken van Pieter. Hij bleef erin door een 78 jaar lang volgehouden foute levensstijl. Oké, dit is nu ons land, dus we moeten niet meteen helemaal losgaan. We moeten het verzorgen, onderhouden, voorbereiden voor de toekomst. Ieder voorrecht gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Sorry, ik heb mijn gezicht niet in de plooi houden. Leef je lekker uit. I was lying on the grass of Sunday morning of last week. Indulging in my self-defeat. I know it's up for me. If you steal my sunshine, making sure I'm not in too deep. If you steal my sunshine, keep bursting on my feet. If you steal my sunshine. Au, wat? Wacht op mij! Ik ben niet gemaakt om te rennen! Het is af, die bed voor Pieter. Iedereen mag van hem genieten. Brokje vol met sla en bieten. Sorry hoor jongens. Pak maar waar je zin in hebt. Neem een tomaatje of anders... Wow, jij bent langzig, kerel. Hey, wilde jij me niet opeten? Laat je tanden eens zien. Doe eens even zo van... Dat was jij. Ik wist het. Hoe gaat het? Leuk om je weer eens te zien, jongen. Hey, klein konijntje. Je hebt je lam terug, zie ik. De paashaas is dus ook Sinterklaas. Ah, niks bijzonders. Nee, dat is heel bijzonder. Jij hebt Verhoef bedwongen. Ja, als bedwongen betekent dat ik tegen hem zei... Ik heb genoeg van uw tirannie. En hij zei... Ik dop jou in je pastei. En ik zei... Nee, meneer. Ik stop u in de pastei, meneer. Dat is wat anders, maar bedankt voor het feestje. Eet Biggetje Goedhart bleekselderij? Het is sneu. Als je je deftiger voor wil doen dan je eigenlijk bent. Weet je? Mm-hmm. Wil je ook wat? Nou, misschien eet je dan. Dank je, Dirk. Je bent een brave borst. Hey, bij deze tuin hoort een gratis huis. Meneer Verhoef zit ons nooit meer dwars. Nooit meer! Nooit meer! Dit is Thomas Verhoef. Of, zoals ze zeggen in de winkel waar hij werkt, meneer Verhoef. Je ziet hem hier op zijn vrolijkst, bij het voorbereiden van zijn troepen op de strijd. Mensen die zeggen dat je niet alles kunt beheersen, kennen deze meneer Verhoef nog niet. 72,043 graden. De hoek waaronder de Apollo 13 werd gelanceerd. Ik weet het. Carlos, jij denkt dat ik gek ben. Maar het meisje dat astronaut wil worden weet dit. En jij verknalt anders haar droom. Dit is een nachtmerrie. Je moet het schudden en kneden. Schudden en kneden. Het zijn de kleine dingen. Jullie moeten niet bang zijn om er echt in te duiken, mensen. Onze toiletten moeten schoner zijn dan een drinkfontein. Meneer Verhoef, de afdelingsmanager wil u spreken.
Ik krijg hem. Een betere baan. Ze had het over van de week. Hoe zie ik eruit? Als een man die uit de wc wil gaan drinken met een rietje? Perfect. Ik heb geen goed nieuws, Thomas. Nee. Je oudoom is overleden. Ik heb het zojuist gehoord. Ik leef met je mee. Ik wist niet eens dat ik een oudoom had. Wanneer krijg ik die betere baan? Sorry, wat? Assistent afdelingsmanager, de baan waar ik me nu al 10 jaar lang op voorbereid. Je bent geschrokken. Ik begrijp het. Als je verdriet hebt... Nee, ik heb geen verdriet. Ik wil alleen weten, krijg ik de baan? Of niet? Nee, die is voor Bannerman. Bannerman? Maar dat is een onbenul. Nee, hij is nog minder dan dat. Hij mocht willen dat hij een onbenul was. Dat is nog te hoog gegrepen van Michiel Bannerman. Maar hij is toevallig ook de neef van de algemeen directeur. Dus je geeft een overduidelijk ongeschikte halve zol een baan van gigantisch belang uit pure vriendjespolitiek? Welkom in de wereld. Zo gaat dat nu eenmaal tegenwoordig. Denk je dat ik mijn beste man over wil slaan? Maar dan sla je me toch niet over? Je moet nu eigenlijk niet denken aan je werk, Thomas. Neem een tijdje vrij. Neem zoveel tijd als je wilt. Nee, ik wil geen tijd! Sorry. Ik wil die betere baan namelijk. En ik verdien een betere baan. Geef me die baan, Jenny. Ik zal het niet door vertellen. Alsjeblieft. Geef me die betere baan. Wat naar voor u. Wat erg, meneer. Geef niks. Misschien de volgende keer. Vervelend. What's up for who? Bannerman, gefeliciteerd. Ik wilde het niet eens. Ik zat vannacht nog op Ibiza. Wat heb je als kroonprins, hè? Oké, ik neem even pauze. In mijn grote kantoor. Ik heb je mijn leven gegeven! Ik heb me voor je opgeofferd! Waarom doe je me dit aan? Het spijt me. Dit is misschien wel een geluk bij een ongeluk. Verzet je gedachten. Neem een hobby. Ga eens in de grond vroeten of zo. Dat is goed voor je. Je klinkt net als elke werkgever, leraar, familielid, vriend en vage kennis die ik ooit heb gehad. Ik moet nu je naamplaatje hebben, Thomas. Nee, niet... Welkom bij Harrods en smakelijk drinken van het vieze wc-water. Ik raad je een vakantie op het platteland aan. Het zal je goed doen. Het is er rustig. Ja! Wat een tocht! Lekker plat! Oh ja! Dit noem ik feesten! Amuseer? Misschien eentje dan. Nee, het is Sprongkik, dan Boogaloo. Wanneer mag ik nou eens een keer een dans bedenken? Als jij de oudste bent. Oh, zo lang kan ik niet wachten. Hey, we halen mam en pap. Waar wil je het hebben, Pieter? Oh, dat maakt mij niet uit. Hoewel, misschien een beetje hoger? Nee, te veel. Een beetje lager? Naar links? Nee. Naar rechts? Meer. Te ver. Lager. Naar rechts. Omhoog. Lager. Omlaag. Recht. Recht. Lager. 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 Omhoog. Midden. Links. Rechts. Lager. Omhoog. Jullie rechts. Mijn links. Jullie omlaag. Mijn omhoog. Links. Rechts. Perfect. Hij is er nu niet meer. Konden jullie daar ook nog maar van genieten? Ik laat dit door niemand van ons afpakken. Thomas Verhoef, hier tekenen. Het komt uit Windermere. Chique boel daar. Ik ken helemaal niemand in Windermere. Nou, het komt van het boedelregister, dus u heeft waarschijnlijk iets geërfd. Iets geërfd? Nou, dat had hij. Van die oudoom, waar hij niets over wist. Ze lopen de deur niet bij elkaar plat in die familie. Windermere, dat is op het platteland. Oh, het is te super chic. Die huizen daar, die kosten een vermogen. Genoeg vermogen om een speelgoedwinkel te kopen? Dat lijkt mij wel, ja. En te vullen met het mooiste speelgoed? Moet kunnen, ja. Genoeg vermogen voor kasten van veiligheidsglas en seizoendecoraties? Daar zou ik even onderzoek naar moeten doen, meneer. Is het goed als ik daar morgen op terugkom? Retourtje Windermere, alstublieft. Kijk eens aan. Dank u.
bekend met deze woning? Het huis van Verhoef? Ja. Gaat u daar wonen? Het is maar tijdelijk. Ik wil de waarde van het huis bekijken voordat ik het op de markt gooi om het te verkopen. Maar ik moet u daar wel heen brengen. Ja. Nou, spring erin. Dank u. U vindt het vast heerlijk daar. Alsjeblieft niet praten als u rijdt. En mij dat niet! Kijk, ik vlieg! Ik heb een rib gebroken. Hoeveel ribben hebben we? 13. Zo, hé. Yes! Oh, nee, maar niet... Kijk, ik vlieg! Oh! Ik heb niks tegen het platteland. Ik vind het er alleen walgelijk. Ja, dat heeft u onderweg aardig duidelijk gemaakt, meneer. Ik moet daar echt met klem op wijzen. Nou, dan zoek ik wel een klem voor u. Dan kunt u daarmee wijzen. Oh nee, een mens! Oh nee! Allemaal wegwezen! Wegwezen! Er komen mensen! Dus ik zeg, heeft u dat? Verkoopt u dat? Ja. En hij zegt, ja, ik heb worteltjestaart. Maar dat is zo vies. Huh? Wat doen we nu? Wat? Allemaal verstoppen! Je stekels prikken, vrouwtje Plooi. Ik ben hier gemaakt om het te verstoppen. Hoe kun je zo wonen? Doe het licht uit! Oh nee, Dirk! Oh. Dirk! Verstop je! Nee, dat jij hem niet kan zien, betekent niet dat hij jou niet ziet. Begrepen? Verstop je! Wat? Nee, Dirk, nu doe je alleen maar of je een kandelaar bent. Nu ben je een tafelkleed. Nu ben je een... Wat ben je eigenlijk? Ik ben een fruitschaal. Wat? Dirk! Het was geen nachtmerrie. Oh, het is een nachtmerrie. Geen idee. Maar het klinkt erg dramatisch en levensgevaarlijk. Oh, hallo lieverd. Zorgen om de nieuwe buurman? Rustig maar. Hij kan niet erger zijn dan die oude zuurpruim. Sorry hoor. Wie weet is het een hele vriendelijke normale man. Hij lijkt me vriendelijk. En heel normaal.
Dat is niet helemaal normaal. Nee, hè? Dat is normaal. Nou ja, ik denk dat het wel leuk is. Weer een nieuw iemand in de buurt. Ze zijn niet zo slecht. Niet iedereen. Ik leg het hem wel uit. Wij delen ons land hier met z'n allen. Hij krijgt het voordeel van de twijfel. Oh nee. Het is nog niet voorbij. We kunnen altijd nog achter... Of door de... Of via de... Of achter de... Ik wist niet eens dat je daar doorheen kon. Nou, de hekken zitten er weer voor, hè? Dus zo'n grote Sinterklaas ben je ook weer niet. Je gaat te ver, Big. Je gaat te ver. Het was een leuk feest, trouwens. Ik heb mijn buikje helemaal rondgegeten. Mijn dieet begint nu. 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 Kijk nou. Nu. Hallo? Oh, sorry. Oh. Ik wou je niet laten schrikken. Ik ben Bea. Ik woon hier. Oh, hallo. Ik ben Thomas. Ik woon helemaal daar, in Londen. Oh, dat is daar. Ja. Ik zit hier even tijdelijk. Ik knap dit op om te verkopen. En van de opbrengst koop ik mijn eigen speelgoedzaak. Bij voorkeur naast Harrods, dan kunnen zij hun deuren sluiten. Oh, nou weet ik dus precies hoe het zit. Sorry. Wat goed dat je gewoon kunt zeggen wat je denkt. Wat zeggen ze? Shh, ik kan lip lezen. Ik heb mijn draai nog niet zo gevonden. Oh, dat draait wel bij. Je gaat het hier geweldig vinden. Ze zegt nu tegen hem, oh, daar krijt een bij. Die laat geweldige winden. Wat? Voor mij is dit eerlijk gezegd de allermooiste plek van de wereld. Nou, en nu is het nog veel mooier, vind ik. Oh jee, dat meen je toch niet echt, hè? Netjes, stevig, doet het goed. Oh, het hek. Ja. Ik dacht dat je zei dat ik mooi... Oh, dat jij mooi... Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee. Dat zou ik niet zeggen. Dat zou ik wel zeggen. Ik ben niet aan het vissen. Je bent wel mooi. En je bent anders dan het hek. Ik kan niet lip lezen, maar ik ken haar. Ze zegt dat hij het hek af moet breken en ons in de tuin moet laten. Fijn kort verblijf. En alsjeblieft, word niet als die oude brompel die hier vroeger woonde, want die was echt te erg. Dat was mijn oom. Ik was nog niet klaar. Hij was echt te... Sorry, ik hoor niet helemaal... Nee. Nee. Ik draai er maar niet omheen. Hij was te erg. Niks persoonlijks. Maakt niet uit. Ik ken hem niet. Jij lijkt me veel redelijker. Oh ja? Hoewel ik moet zeggen, die hekken zijn wel heel erg stevig. Verwacht jij een buitenaardse invasie? Oh, ik moet de dieren buiten houden. Ze horen thuis in het wild. Weet je, zij horen eigenlijk overal thuis. Zij waren hier het eerst. Wij kwamen later pas. Hoe lang duurt het om te zeggen, laat dat hek open en laat de konijnen erin? Laat dat hek open en laat de konijnen erin. Oh, dat zal ik zeker doen, mevrouw. En ik moet zeggen, die konijnen zijn ongelooflijk schattig. Vooral die met het blauwe jasje. Dat is mijn lieveling. En oh, ik heb een cadeautje. Wacht eens, waarom geeft ze hem een cadeautje? Oh, wat aardig van je. Om vogels te kijken. Dank je. Daar zit er één. Hij heeft vleugels. Ja, dat is best een kenmerkende eigenschap van de vogel, denk ik. Je hebt je eerste vogel bestudeerd. Vergeet niet het op te schrijven. Opschrijven? Dus je kunt die chaos in de lucht organiseren en documenteren. Ja. Nou, leuk je ontmoet te hebben, Thomas. Vind ik ook. En hou je dit hek open, oké? Dan kan het wild er weer vrij doorheen. Absoluut, ja. Het is een geluk. We kunnen erin. Misschien is het hier zo slecht nog niet. Ugh. Nee! Oh. Kan me niks schelen. Ik ga erheen. Ik ga met je mee. Nee, vergeet het maar. Je weet wat er met papa is gebeurd, toch? Maar jij gaat er voortdurend heen. Dat is mijn zwakke punt. Zoek gewoon je eigen zwakke punt. Kom op, Benjamin. Waarom mag hij nou weer mee? Ja, waarom moet ik nou weer met je mee? Omdat dat zijn zwakke punt is. Hij doet gewoon altijd alles wat ik zeg. Ook al is dat nog zo dom en gevaarlijk. Doe ik niet. Jij bent niet de baas over mij. Benjamin. Ik kom al. Ik kan hem niet alleen laten gaan. Hij doet weer dom en gevaarlijk. Ik hoop dat het goed met ze afloopt. Oh, vast wel. En zo niet, dan... ben ik dus waarschijnlijk het nieuwe gezinshoofd. Pieter, alsjeblieft, kom weer terug! Ja, ik heb nog steeds zo'n slechte conditie. Gooi je nou nog steeds alle slaasaus op je sla? Nee, ik drink het nu op. Maar waarom is het eigenlijk gezonder? Ze zijn walgelijk. Kom op. Wat?
Wat had ik gezegd? Dit is een makkie. Kat in het bakkie. Ratten. Rennen! Zoveel sneller dan die ouwe! Oh nee. Volgens mij is er een probleem. Wat is er? Alles staat op zijn kop. Waar ben je? We hadden nooit de tuin in moeten gaan. Wie niet waagt, wie niet wint. Ben je dan helemaal nooit ergens bang voor? Wel, in mijn eentje doodgaan. Daarom moest jij met me mee. Weten jullie wat wij in de stad doen met ratten? We grijpen ze en maken korte metten met ze. Ja! Benjamin! Ja! Volg mijn stem. Ik kan niets horen. Volg je hart. Wat? Daarheen. Doe of je dood bent. Dit is wat er gebeurt. Als je een verhoef voor gek zet. Met je balletje spelen in de schuur. Zien jullie dit allemaal? Dit is wat er gebeurt. Waarom sta ik tegen wilde dieren te praten? Ik word langzamerhand gek. Ze gaan echt niet antwoorden. Kom op! Oké, Flopsy, pak die zak, ga naar het raam toe en trek hem over zijn hoofd. Doe ik. Mopsy, je pakt die zak, je gaat naar het raam toe en trekt hem over zijn hoofd. Doe ik. Wipstaart dan, pak die zak, trek hem. Stop een natte poot in zijn oor. Doe ik. Ah!
Nee! Alles oké, Kanjer? Het ging me net, hè? Ik had wel dood kunnen zijn. En ik niet alleen. Had de meiden kunnen grijpen. Dit is geen geintje, Pieter. Weet ik. Het spijt me. Het gaat goed met je, toch? Hier heb je je jasje weer. Het is niet zo belangrijk als mijn jas, want niet van je vader geweest en zo. En het is ook nog bruin en dat is een foutje, want jij bent bruin. En bruin op bruin, wie draagt dat? Dat is iets te kleurbewust, hè? Ja, het is eigenlijk wel een beetje verwarrend. We denken steeds dat je in je blootje loopt. Nou, ik kijk naar de knoopjes. Maar één keertje waren het je tepels. Huh? Oh. Maar goed, je hebt het terug. En je bent oké. Ondanks hem moet je hem zien, magere zak met botten. Goed, ga terug en breng ons naar huis, chauffeur. Hier afslaan. Hij is hier nieuw. Hij neemt zeker de volgende. Dat kost meer benzine en het verbaast me niets dat hij niet milieuvriendelijk bezig is. Hé, de aarde is niet van ons. We lenen hem van onze kinderen. Gelezen op een plastic beker. Je kunt ook keren. Het is hier wel veilig om te keren. Hier, ik denk dat het... Wat? Waar brengt hij ons naartoe? Hij brengt ons naar de stad. Dus dit is Londen. Wauw. De Big Ben. Wauw. Die is groot, zeg. Ik hoop dat je de waarde hiervan inziet, Flopsy. Ik heb nooit kunnen reizen toen ik jouw leeftijd had. Wat? Je had mijn leeftijd zo'n 3 straten terug. Oh, de tijd vliegt. Wow. Oh. Waar zijn we? Wow, dit is vast Harrods. Wauw, deftig. Kan ik je helpen? Ik heb last van ongedierte. Konijnen zeker? Hoe weet je dat? Jij bent de nieuwe Verhoef, ben je als buurman. Hoe weet je dat? Ze had het over je. Oh ja? Wat zei ze dan? Oh, dat jij snel je huis wilde verkopen en met de winst je eigen speelgoedwinkel kopen bij voorkeur naast Harrods. Dan kunnen zij hun deuren wel sluiten. Dat is ongelooflijk woord voor woord juist en een beetje teleurstellend. Wie denk je dat die gasten zijn? Ze hebben schorten voor, dus dat betekent maar één ding. Zijn egeltjes. Zorg ervoor dat ze niet merkt dat je die konijnen wilt lozen. Ze is er dol op. Het is net familie. Leef hun lippen, Mopfie. Als ik een professor was, zou ik zeggen dat ze vermoedelijk mensen van ze wil maken. Dan hoeft ze namelijk geen gewone relatie aan te gaan. Maar hij is geen professor. Nou, ik blijf erbij. Hij heeft gewoon een grote mond. Nou, je maakt haar blij. Ze heeft gewoon iets met je blote kont. Huh? Wat zou je me aanraden? Nou, met schrikdraad hou je ze buiten. Ze lozen. Doe je met explosieven. Explosieven? Ik weet niet. Ik wil ook niet... Dat zijn ze! Ik wist het. Waar zijn jullie? Ik weet dat jullie daar zijn. Kom tevoorschijn. Ik zag jullie wel. Lozen. Ik wil ze lozen. Juist. Kom maar mee. Het is oké. Ik heb nog 11 lippen over. Je hebt er eigenlijk 13 aan elke kant. Wat? Dus dat komt neer op 26. Ja! Want ze zijn... Oh, nu heb je er nog maar 19. Dus nog één keer. Je drukt op deze knop. Het signaal gaat erop door de lucht hierheen. Dat zorgt voor de ontsteking. En alles in de buurt zal ontploffen. Ik ben op de hoogte van de grondbeginselen van simpele dingen. Het is lastig. Zeker. Weet je wel. Bedankt. Dankjewel, hè. Rij voorzichtig. Let op de snelheid. We moeten het bij kunnen houden, want konijnen zijn snel en... Weet je, dat had helemaal niet gekund. Kijk uit, maniak! Laat hem maar gaan, schat. Het is mijn boerenpummel. Boerenpummel? Ik ben geen boerenpummel. Ik kom uit Londen en daar wil ik weer graag naar... Thomas? Doe maar. Bea. Hallo. Hoe gaat het? Gaat heel goed. Wat doe je hier eigenlijk? Oh, ik haal gewoon wat... ijzerwaren. Oh. Wat? Wat doet zij hier? Oh, nee. Hij steelt gewoon haar fiets. Oh, nee. Nu steelt hij haar. Oh, nee. Ze gaat vrijwillig mee en wint zijn gezelschap nog leuk ook. Kom op, kom op. Kom op. Kijk,
beter dan ooit zelfs. Zij glimlacht ook veel meer. Ze vindt hem zeker leuk. Niks. Ze vindt hem niet leuk. Ze is gewoon aardig. Tegen ons glimlacht ze altijd. Nou, niet zo. Heb jij dit geschilderd? Oh, daar ben ik nog mee bezig. Nee, dit is prachtig. Dank je. Wat een majestueuze bergketen, hè? Het is een oude vrouw met een hoed. Juist, en dat is haar hoed. Dat is haar oog. Ja, en dat is haar kin. Haar voet. Dat is haar voet. Oh, ik ben allergisch voor bramen. Oh. Het spijt me, mijn keel raakt ervan verstopt. Allergisch voor bramen is hij? Bestaat dat eigenlijk? Is het zo erg met ons? Ik bedoel, iedereen is plotseling allergisch voor weet ik het wat. Stop met de zieligdoenerij! Weet je, sommigen hebben serieuze gezondheidsproblemen. Tuurlijk. Die lijden erg en ik heb met ze te doen. Heel zwaar, heel triest. Ik wil hier geen klachten over krijgen. Maar die gast? Kom op, zeg! Nou, oh, en deze hier? Oh, dat doe ik gewoon voor mijn plezier, weet je. Als ik niet bezig ben met mijn echte werk. Deze zijn echt prachtig. Dat hoef je niet te zeggen. Ze moeten echt goed zijn als ik ze mooi vind met mijn hekel aan konijnen. Ik bedoel, op de een of andere manier lijken ze dus niet op ongedierte bij jou. Ongedierte? Ongedierte? Wat is ongedierte? Nou, knaagdieren. Knaagdieren? Knaagdieren? Wat zijn knaagdieren? Nou, een rat of een muis. Vind jij konijnen ongedierte? Dat is een grapje, toch? Ja, dat is een grapje, want ik ben een lolbroek en een mafkees. Konijnen zijn eigenlijk geweldige dieren. Ze zijn vriendelijk, eerlijk, puur. Je moet ze eens met elkaar zien praten. Ze doen iets ongelooflijks als ze hun excuses aanbieden. Ze bieden hun excuses aan? Ze doen hun hoofden tegen elkaar. Kijk, zo. Nee. Niet je excuses aanbieden. Waarom zeg je sorry tegen hem? Waarom biedt zij de excuses aan hem? Wauw, wat doen ze daar lang over? Ze biedt verdomd veel excuses aan hem aan. En dit was nog maar het begin. Het werd er niet makkelijker op voor Pieter en de rest om te verteren. Of te begrijpen. Maar goed. Wacht maar af. Je gaat ze leuk vinden. Maar de liefde is iets heel machtigs. Die kan zomaar twee mensen overvallen. Ook al is één daarvan geweldig en de andere een Verhoef. Girl, I say, if only life would lean our way. Will you and me, we'd run away to be wherever our adventure went. En na de dood van mijn ouders zat ik in een tehuis. Pelle? Het moet een verdrietige tijd voor je zijn geweest. Heb je dat een beetje verwerkt? Pelle? Het had helemaal geen invloed op me. Pelle? Ja, daarom lig je gebroken. Misschien heb ik een paar probleempjes. Ja, je bent nu een konijnenmapper. Is dat een woord? Nee. Ach, volgens mij hebben we allemaal onze probleempjes. Pelle? En wat zijn die jouwe? Ik hou eigenlijk gewoon niet van mensen die zich anders voordoen dan ze zijn. Het gaat meer over mij. Ik zeg steeds dat ik een schilder ben, maar ik kan niet afmaken dat het echt is. Maar ze schildert ons. Wij zijn echt. Zijn we niet echt? Auw. Yep, wij zijn echt. Hè? Wat mis je nou het meest van de winkel? En zeg nou niet dat alles op een vaste plek staat. Dat weet ik. Je bent een controlefreak. Ik mis het om te helpen. Een ouder of grootouder komt de winkel in voor een cadeautje of voor een geliefde kind. Ik stel een paar simpele vragen en weet dan precies wat ze zoeken. Ik help graag mensen om te vinden wat ze zoeken. Snap je? Vooral als ze nog niet eens weten dat ze dat willen. Dat zijn de beste. Ook als het er netjes uitziet. Het spijt me, ik kan het niet helpen. Yes! Bananen! Tara diddle is toch geen woord? Jawel, dat is nep. Maar dan in het Engels. Dan is het precies wat het betekent, namelijk een nepwoord, want Engels mag niet. Meneer Verhoef, beschuldigt u er mij van dat ik aan het neppen ben?
Onze vacht wordt nat. Dank je. Je bent al week. Kijk eens, ik heb het je dank je, het is fantastisch. Ik zou hier altijd willen blijven. Heb ik lang niet gezien. Dit is mijn nieuwe vriend Thomas. Wil je even knuffelen? Onder andere. Oh, kijk. Mijn twee jongens kunnen het zo goed vinden samen. Niets maakt mij gelukkiger. Mag ik dit schilderen? Niets maakt mij gelukkiger. Nu heb ik je, konijn. Thomas, zijn jouw ogen nou smaragdgroen of zeeschuimgroen? Zeeschuimgroen met een vleugje oorlogsschipgrijs. Dat dacht ik al. Hier zijn we best. En dat is dus het belang van kunst. Ja, kiwi groen. Jij hebt er verstand van. Yay! Nee, het is een oude vrouw met een hoed op, snap je? Huh. Ik ging ervan uit dat ze precies op dat moment weer binnen zou komen. Je moet ermee ophouden. Dit loopt verkeerd af. Ik heb het gevonden. De perfecte kleur. Mijn schilderij. Je weet hoe wild wilde dieren kunnen zijn. Ik kom... Stout konijnenbeest. Ja, stout konijnenbeest. Stout konijnenbeest. Dat mag niet. Konijnenbeest. Daaruit, jij. Daaruit. Ik zei weg. Weg. Daaruit. Weg. Ik vind het zo erg. Hij werd gewoon dol. Gaat het met je? Die gas moet weg. Oh, wauw. Is de zon weer opgekomen? Ik wist niet dat dit zou blijven gebeuren, anders had ik al die eieren niet bevrucht. Nu moet ik hier blijven tot ze uitkomen en me bemoeien met de opvoeding. En dus bereidde Pieter zijn troepen voor op een totale oorlog. Waarom lopen jullie zo langzaam? En zo moet je iemand dus besluipen. Kom op! Het is 10% kracht, 20% kracht, 50% absolute macht van de vacht. 5% spieren, 50% brein, dat is 100% reden om te weten wie ze zijn. Nee, niks stelt hem te veel op de proef. En ze willen nu af van ene meneer Verhoef. Ze voelen zich angstig, willen zich nu nooit meer verstoppen. Al valt hun vriendin Bea nu helemaal op. Maar vergis je niet, bekijk het met je torteltjes. Het gaat hier om de worteltjes en ook nog wat broccoli. Ook nog wat selderie, deze dieren kunnen het zo. Ja echt, als ze zover zijn, is het go, go, go. Je kunt het wel, Flop. Haal gewoon diep adem, trek hem achteruit en stel je het gezicht voor dat je het allerliefste wil raken. Oeh, ik weet iemand. Sorry!
gas moet weg. En hij keek zo grappig. Hij deed van bup, 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 bup. Al die harken. Echt, ik had niet gedacht dat het zo goed zou werken. Het was eigenlijk compleet over de top, jongens. Ja. En jullie dan? Hoe hebben jullie die kruiwagen boven gekregen? Nou. Het was een perfect uitgevoerde actie. Oké, luister. We hebben hem waar we hem willen hebben. En nu de volgende stap. Dat kan lastig worden. Dat is echt wel serieus schrikdraad. Waarom voert hij het binnen, Kaas? Lekker. Hij wil ons verleiden om het aan te raken. Wat gebeurt er als je daaraan likt? Daar komen we nu achter. Niet doen, vrouwtje Plooi, stop! Ach, ik ben vier en een half jaar. Vrouwtje Plooi, dit... Ik wil een beetje spanning voor het erbij uitgaan. Nee, draai op. Niet doen, niet doen. Nee, nee, het is het niet waard. Kijk, jongens, ik heb een idee. Weten jullie nog wat pap altijd tegen ons zei? Ga nooit de groentetuin in van meneer Verhoef. Ja, maar wat zei je nog meer tegen ons? Nooit een damesegel onder stroom zetten. Oké, we nemen even door wat pap nog meer tegen ons heeft gezegd. Oh ja. Hij zei, lippenstift heeft geen zin voor varkens. Oh, nee. Dit is lippenbalsem. Het smaakt naar kersen. Het lijkt misschien op lippenstift, maar het is lippenbalsem. Ja. Oké. Wat hij ook altijd zei, je bent nooit sluwer dan een vos. Gebruik zijn sluwheid dus tegen hem. Ah, kom op, vrouwtje Plooi. Zo is het genoeg. Twee vleugels, kan vliegen, vogel. En daar gaan we. En zap. En zap. En zap. Weer een verhoef minder. Zo te zien is het je weer gelukt, Pieter. Ik ga het even checken. Ja, ik voel zijn hersens. Goed. Als de geschiedenis zich herhaalt, gaat die ijskoolwagen met die flitslichten hem weghalen. Sorry. Door de lucht hierheen en alles daarbinnen doet. Oh.
wel, konijnen. Konijnen? Hallo? Konijnen? Konijnen! Thomas? Ja? Wat doe je zo laat nog in de tuin? Ik pluk een veldboeket. Dat is voor jou. Hij is opgestaan uit de dood. Met een lampje op zijn hoofd. Hij evolueert. Oh, wat ben je nou allemaal aan het doen? Aan het doen? Ja, bij de boom. Doen kan zoveel betekenen, toch? Ik bedoel, zo'n bak licht. Oh ja? Ja. Leidt het je af van wat je me wilde vragen daarnet? Zoek je misschien... Moet ik omlaag richten? Omhoog, het is heel licht. En dus bereikt deze strijd zijn climax. Weet je echt wel wat je doet? Wat? We willen toch onze tuin terug hebben? Is dat werkelijk waar dit allemaal om gaat? Natuurlijk gaat het daarom. Denk je dat ik een of andere dubbele bedoeling heb? Dat ik stiekem een of andere emotionele band met haar koester? Omdat ik mijn eigen vader en moeder kwijt ben? En als ik haar verliest heb, niks meer. Het gaat alleen maar om de tuin. En ik weet niet wat er mis is met mijn stem. Hij is anders nooit zo hoog. Hij moet veel lager. Ze is als een moeder voor me. Ja, dat was erg overtuigend. Het gaat alleen maar om de tuin. Inderdaad. Ik zit vast. Mijn stem zit vast. Wipstaart, ja. Wil je even... dank je. We gaan ervoor. Fijn om je te zien. Ik weet niet of ik hier nog wel aan mee wil doen. Natuurlijk wel. Doe gewoon wat ik zeg. Het komt wel goed. Zoals altijd, hè? Zei het konijn dat bijna in een rivier werd gegooid. Geloof me. Ik kan dit. Wipstaart, nu! Hallo? Klaar. Richten, wachten. Thomas! Vuur! Straks te komen lunchen? Ja, dat zou lunch. Dat zou leuk zijn. Ik wilde een salade maken. Oh ja. Of misschien soep. Wat heb je liever? Even denken. Soep. Wil je er water bij? Of mineraalwater? Doe jezelf kiezen, alsjeblieft. Kijk wat goed. Je doet je ontspanningshouding. Arm omhoog. Ja, wat? Arm omhoog. Moet dat? Omhoog? Ja, omhoog ermee. En nu de schot in de roos. Oké. Je ziet er heel ontspannen uit. Zo ontspannen. Ik ga nog even schilderen. Bramen. Ja, maar hij heeft allergie voor slim hoor. Vuur, richt op zijn mond. Ik zet een muziekje op. Ik hoop dat het niet te luid is. Ga naar binnen en wees creatief. Ik heb niks meer. Foxy. Stel je zijn gezicht voor. Kijk naar mijn gezicht. Maak van zijn gezicht mijn gezicht. Kijk nu niet meer naar mijn gezicht. Kijk naar zijn gezicht, maar zie mijn gezicht. Dan... Missie geslaagd. Wat? Die gast lijkt wel een soort tovenaar. Afgelopen. Het loopt echt helemaal uit de hand. Nee, dit is perfect. Denk aan jullie training. Wat? Welke training dan? Hoezo is dit perfect? Ze had ons inmiddels al lang moeten horen. Ik wil dat je één ding weet. Ik ben niet de oudste. Wat?
Jij was altijd zo lief en knuffelbaar en wipstaart. Nou, ja, die is... Ah! Ah! Zo wipstaart. Dus pap en mam zeiden dat ik de oudste was, zodat ik ook iets had. Maar eigenlijk ben jij de oudste. En ik ben niets. Nee, Mopsy, niet doodgaan. Mopsy. Oh, het is maar een tomaat. Ik ben oké. Jongens, ik ben oké. Het was alleen maar een tomaatje. Hé, dit heb je allemaal nooit gehoord, snap je? Bling. Luister jij, ik ben niet een bullebak. Wat heb jij van mij gemaakt? Ik ben een vriendelijke man. Ik ben nu rustig, man. Compleet chill. Ik ben veranderd. Maar jij, je bent nog steeds hetzelfde. Nog steeds vol kattenkwaad. En daarom gaat het niet goed aflopen met jou. Omdat je me pestte, jij. Ja, je pestte me. Totdat ik niets anders kon dan jouw stomme kopje. Wat is hier aan de hand? Je moet altijd goed kauwen. Ik heb hem gered. Hoezo dan? Is hij oké? Okay? Ja, dat arme kereltje stikte bijna in een radijsje. Dus ik heb hem, ik heb zijn pols gevoeld en alles komt wel weer goed. Het komt wel weer goed met jou! Dus ga maar gauw, ga maar gauw. Kijk eens aan. Het is een wonder. Ja, maar ik dacht dat ik een beetje lawaai hoorde. Er was nogal herrie, want ik was aan het schilderen, dus ik weet het niet zeker. Maar heb jij... Nee, ik heb niks gehoord. Ik was aan het schoffelen. Oh. Ik kreun nog wel eens te hard als ik aan het schoffelen ben. Oh, weet je, de mensen gebruiken hier wel eens explosieven tegen de konijnen. Explosieven? Maar zoiets doe jij niet. Nee, zoiets zou ik nooit doen. Natuurlijk niet. Nee, het zijn schatjes. Ze horen hier thuis net zo goed als wij. Precies, van jou geleerd. Ik dacht gewoon dat ik iets hoorde. Nee. Hey, is dat met die twee vleugels dat daar vliegt een vogel? Dat schrijf ik op. Waar? Nou, daar. Ze gelooft hem. Nu komen we nooit meer van hem af. Denk het niet. Daar, gewoon in die verre boom. Je gebruikt wel explosieven. Je loopt tegen mij. Nou ja, maar nee, ik... Dit is moeilijk voor je om te horen. Maar hij deed het. Hij liet ze afgaan. Hij is een konijn. Weet ik. Maar hij heeft de ontsteker gevonden en met zijn pootje... En dat deed hij om ons uit elkaar te halen. Hij is een konijn! Oké, even redelijk. Ten eerste, ze stelen uit mijn tuin. Weet je, ze hebben zelfs vallen... In mijn bed gezet. Hm? En toen ik wakker werd, zaten mijn pinkjes ertussen. En toen gebruikten ze schrikdraad tegen me, wat wij hebben uitgevonden. Maar dat zij hebben aangepast voor hun eigen lage bedoelingen. En ze zagen ons bananengrammen. Ze zagen ons fietsen, samen wandelen in het park. En hoe komen ze aan die jasjes? Weten we niet, maar die hebben ze de hele tijd al. Jij bent knettergek. Niet te geloven dat ik je ooit leuk vond. Je vindt me leuk. En ik vind jou leuk. Gaat het wel, lieverd? Het spijt me. Kom op. We gaan weg bij deze slechte man. Het spijt me. Ja, mij ook. Niet te geloven! Ja, echt hè? Toch niet te geloven? Hoewel, het gaat
gaat eigenlijk niet zo goed nu. Dus misschien had de zon weg moeten blijven. Dit hoorde niet bij het plan, toch? Hallo, lieverd. Kom erin. Het spijt me zo van je holletje. Het is echt mijn schuld. Ik had hem nooit in ons leven moeten laten. Het is gewoon een griezel, zoals hij achter jou aan zit. Terwijl je daar toch absoluut niet naar gemaakt hebt. Je leidt gewoon je eigen leven. Volkomen onschuldig. De trieste waarheid is dat ik eigenlijk toch wel op hem viel. Ik had van hem kunnen houden. Ik moet een treinkaartje kopen. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. Ik heb het verknald. En flink ook. Als dit gebaseerd was op een ander soort verhaal, zouden Pieters ouders iets zeggen als... Je hebt niet geprobeerd om Benja te beschermen. Je bent bang om hem kwijt te raken. Maar als je liefde deelt, krijg je niet minder liefde. Liefde is oneindig. We hielden toch ook niet minder van jou toen de meisjes kwamen? Wees eerlijk tegen jezelf, Pieter, en volg je hart. Je hebt een goed hart. Maar dit is niet gebaseerd op zo'n verhaal. Dus dit is wat ze zeiden. We staked out on a mission to find a little peace. Make it everlasting. So nothing. Thomas! Ik dacht al dat jij het was. Ik heb je een paar keer gebeld. Oh, is dat zo? Maar er is geen bereik in Windermeer. Wat primitief. Integendeel, het is een van de vele voordelen. Ik heb goed nieuws. Bannerman is niet langer bij ons. Hij is dood. Oorbelontsteking aan beide oren. Dat kwam door de stress van het werk hier. Die ene dag. Weg naar zijn huis in Frankrijk. Wat anders. Nog één keer, is hij dood? Nee. Ik dacht dat naar zijn huis in Frankrijk dat betekende. Je krijgt de baan als je die wil. Je moet wel eerst een psychologisch onderzoek, maar je ziet er nu veel beter uit. Interesse? Waar vind ik de mannendassen? Souterrain. De roltrap naar beneden, rechts krijgt links en met uw heup taillijn zou ik een groene ruit doen. Werk jij hier? Ja. En? Ja, en? Ik denk erover. Ja, en? Ik ga dit weer goed maken. Ik doe jullie verdriet. Ik doe Bea verdriet. Ik ben echt een stuk verdriet. Ik denk dat ik dat wel goed uitdruk. Jullie hadden vertrouwen in mij. En dat heb ik beschaamd. Het spijt me heel erg. Ik heb een toespraak geschreven. Jullie hadden vertrouwen in mij. En dat heb ik beschaamd. Het spijt me heel erg. Oh, ik denk dat dat alles was. Dat had ik dus best raak gezegd. Ik had naar je moeten luisteren, Benjamin. Niet alleen hierover, over alles. Je bent zoveel wijzer dan ik. Het ging niet om de tuin. Waar zou ik zijn zonder jou? In een pastei waarschijnlijk. Waarschijnlijk. En ik had een betere broer moeten zijn. Weet je, ik voel me verloren zonder pap en mam. Ik mis ze zo erg. Ja, wij ook. Ja, ik ook. En? Is het weer goed? Dit is echt heel erg. Zelfs voor jou. Ik ben bang, Pieter. Dat hoeft niet. Ik ga dit oplossen. Wat moeten we doen? Zorg dat ze niet vertrekt voordat ik terug ben. Moeten we twee benen breken of maar één?
Oh, sorry. Dat was raar. 2. Wat? Gewoon tegenhouden. Je kunt op mij vertrouwen. Dat beloof ik. Op ons kun je rekenen. Trouwens, ik heb die oude niet gedood. Hij stierf van een hartaanval. Weten we. Wisten we al lang. Je had een overwinning nodig. Oké dan. Doelgericht als een laser met een half doordacht plan. Zo ziet een held eruit. Of een gek. Het verschil daartussen is erg vaag. Oké, luisteren. Dit is wat we gaan doen. Wacht, waarom neem jij hier de leiding? Omdat ik de oudste ben. Met 16 secondes. Oh Mopsie. Lieve Mopsie. Wacht, jullie weten toch wel dat ik de oudste ben? Huh? When I wake up, well I know I'm gonna be the man. Oké, ik moet gewoon... Sorry. Oh nee, hij vertrekt! Wacht op mij! Benjamin! Ga je met me mee? Ja, dat is mijn zwakke punt. Maar het punt is, er is niemand voor wie ik zo graag een zwak heb als voor jou! Oh. Ik ben zo blij dat je er bent. Ik vind het vreselijk dat ik je pijn deed. Ik heb een toespraak geschreven. Ik vind het vreselijk dat ik... Benjamin! Nee, Benjamin, het spijt me! Kom op, rennen, je kunt het wel! Kom op! Ja! Je bent vreselijk in excuses maken. Pardon, stadsmuis. Weet jij de weg naar Harrods? Maar natuurlijk. Komen jullie van het platteland? Hoe weet je dat? Bruin op bruin. Iets te kleurbewustheid. Mm-hmm. Kom er mee, dan laat ik de stad zien. Dank je, maar we hebben een beetje haast. Ach, jullie zien het onderweg. Tower Bridge, Buckingham Palace, wisseling van de wacht, Big Ben. Veel groter dan ik dacht. Uitzicht over de stad. In één woord prachtig, maar Diederik, we hebben weinig tijd voor onze missie en het lijkt alsof je een beetje loopt te rekken omdat je trots bent op je eigen stad. Londen is een van de meest interessante steden van de wereld. Wat voor gids zou ik zijn als ik jullie dat niet liet zien? Je hebt gelijk, nu we hier zijn, moeten we eigenlijk ook alles zien. Dank je. Als we iets terug kunnen doen? Geen dank. Ik help altijd graag een medeknaagdier. Oh, knaagdier? Oh, wat jammer. Maar het komt goed hoor. Ik zorg dat je je trein haalt. Zoiets. Ik heb veel vijanden. Oké, hij moet hier ergens zijn. Waar is hij? Kan die knuffel praten? Ik ben een konijn. Ik hou van wortels. Dit gebeurt niet echt, ik verbeeld het me maar. Ademen. Meneer Wolf, psst. Ken je me nog? Van vroeger? Nee. Ik wil alleen praten. Konijnen praten niet! Ik wist dat jij kon praten! Wacht, praat je wel echt of ben ik gek aan het worden? Beveiliging, hij is weer knettergek! Jij hebt mijn leven verwoest! Je moet met ons mee teruggaan. Ja, terug naar Bea. Ze wil vertrekken. Ze houdt op met schilderen en gaat naar huis. Ze wil niks met mij te maken hebben. Omdat ze denkt dat het allemaal jouw schuld is. Maar wij weten allebei dat ik daar een piepklein ietsiepietsie beetje mee te maken had. Piepklein! Ietsiepietsie! Nee, vrij veel. Ik kan mijn fouten niet goed toegeven. Daar werk ik nog aan. Verhoef! Ik hoop maar dat het niet te laat is. Ik heb haar teleurgesteld. Het is over. Niet waar. Ik wou gewoon dat je weg was. Ik dacht aan niemand anders dan mezelf. Het spijt me dat ik je onder stroom zette. Het spijt me van de vallen in je bed. Het spijt me dat ik mijn kont aan je borstel afveegde. Wacht. Wat? Niks. Blijf bij de les. Kom alsjeblieft terug. Niet voor mij. Voor Bea. Hoe weet ik dat je me er niet in luistert? Weet je niet. Je moet me vertrouwen. Nee, ons.
Dus jullie kunnen echt praten? Nee. Zoals je zei, je bent nu rustig, man. Compleet chill. En je luistert naar je hart. Dat is wat je hoort. Verhoef, doe die deur open. Oké, luister naar je hart. Dat zegt nu, ga naar links, ren 6 stappen naar het raam toe, spring er doorheen en als de bliksem wegwezen. Verhoef, doe open. De twee vroegere vijanden en de neef van een van hun aan een tocht door het land in een race tegen een tikkende klok. Het was gevaarlijk, gewaagd, zat vol haken en ogen. En in een verhaal zoals dit was dit een reis die niet kon mislukken. Dus, we houden het bij de hoogtepunten, oké? Hou je goed vast, allebei! Koplampen. Wat? Die staan niet eens aan. Kom op, dit is belachelijk. Move. Oké, kom op, ga aan de kant. Weg. Sst. Ik ben oké. Thomas, waar ben je mee bezig? Jij hebt ooit gezegd dat er voor iedereen een plek is in deze wereld. Nou, dit is jouw plek en daar moet je niet weggaan om iets wat ik heb gedaan. Waren zij bij jou? Ja, ze kwamen naar Londen. Ze kwamen naar Londen? Ja, om te praten om terug te gaan. Nou, ze praten waarschijnlijk niet. Het zat waarschijnlijk in mijn hoofd. Oh wel? Nee, maar daar gaat het niet om. Je hoort niet te vertrekken. Het spijt me van alles dat ik heb gedaan. En ik hou van je, Bea. Aww. Je wilde ze doden. Je blies hun huisje op. Je blies mijn huisje op. Doordat ik overal in meegezogen werd. Ook in onze strijd. Onze strijd? Je weet niet van ophouden, hè? Belachelijk. Kom op, Betty, we gaan. Het was mijn schuld. En ik neem de verantwoordelijkheid. Wat een held. Eindelijk geeft hij toe dat hij het holletje heeft opgeblazen. Niet zoals hij voorheen beweerde, doordat er op het knopje van de ontsteker werd gedrukt door een konijn. Hallo, lieverd. Gaat het wel? Dus jij hebt het wel gedaan? Dat zei ik toch! Ik heb het je gezegd. Te geloven. Dit moet ik even verwerken, hoor. Nou, zeg dat wel. Ja. Onze excuses. Willen jullie dit even weghalen? Ik bedoel, dit is ons huis en zo. Echt een juweeltje. Oh, wat zou mijn domme zusje jaloers zijn. Het spijt me, het huis staat niet langer te koop. Klopt, want het is zojuist gekocht, door ons dus. Sorry, wie ben jij? Ik ben de man die het verkocht. En ik ben ook de man die de verkoop ongedaan maakt. Nee, verkocht is verkocht. Heb je het al verkocht? Ja, maar jij ik ga je echtgenoot moeten van ons oh, land. Oh, ik ben niet haar echtgenoot. Nee. Ik wel. Sta op. Kom op, er is maar één oplossing. Doen jullie mee? Je hebt 100% altijd. Natuurlijk. Ik hou van jullie. Zullen we? Zo'n snoetig huis. Net een 3D-versie van een sprookjesboek eigenlijk. Nou. Ah! Oeh. Wat is dat? Een akelig kaboutertje of zo. Opzetten! We bellen de ongedierte bestrijd.
schatje. Oh. I don't care, it can rain. All at once I'm up and rain. Because when life gives me lemons, I make them. Bedankt en ik hou de aanbetaling. Dag, leuke mensen. En zo gewoon. Wat een bende is het. Goed gedaan. Was dat nou een knipoog? Ik wist niet dat je dat kon. Ze kunnen heel veel dingen waar jij niets van weet. Echt heel veel dingen. Wie klein is, die weet het al. Gevaren zijn overal. In de val. Je hart dat gaat tekeer net als een tennisbal. Op en neer, heen en weer. Na een ace ben je er geweest. Hij moet je niet. Dat is maar lekker toe, lieverd. Maar beheers je. Geen muur die ons uiteenhoudt. Want wij blijven samen. Geen haat. Kletterbloot. Het spijt me dat het steeds weer gebeurt, jongens. Zal ik het even proberen? Wie slim is, weet één ding goed. Het leven vraagt heel veel moed van wie elke dag kiezen moet. Een vijand, vriend of vlees en bloed. Maar niet getreurd, want ieder dier, ook bepaalde roofdieren zijn welkom hier. Er is overvloed. De zon schijnt voor groot en klein, maar soms is er een wolk. Daarom moet je nog niet bang zijn. Tegenslag komt elke dag en soms is dat een schok. Leef je leven met een glimlach. Geen hek, geen muur die ons uiteen houdt. Want wij blijven samen. Geen haat, geen angst die ons eronder houdt. Wij blijven samen. Het leven, het lacht je toe. Espresso en cupcakes toe. Maar soms ben je aan vakantie toe. Dan lijkt je lieve leven wel een ratje toe. Onze deur blijft openstaan. Ook een foutje plooi kan eerst op binnen gaan. Er is overvloed. Geen hek, geen muur die ons uiteen houdt. Want wij blijven samen. Geen haat, geen angst die ons eronder houdt. Wij blijven samen. Leefden ze allemaal nog lang en gelukkig? Ja. Natuurlijk, dat hoort zo in dit soort verhalen. Kijk, wat je moet doen is schudden en kneden. Schudden en kneden. Heel eenvoudig, probeer maar eens. Hoe gaat het ermee? Heel goed, ze komen tot hun recht. Ja. Hoe ik dit allemaal weet? Ik heb het meegemaakt. Ik werd wat wijzer, verloor mijn slis en vond mijn eigen stem. Wakker worden, de haan, ik sta een verhaal te vertellen. Sorry, ik ben op sinds het krieken van de dag met die koters. En zij zijn het beste wat me ooit is overkomen. Dat was een mooi verhaal, Flopsy. Hoe ga je het noemen? Ik zat te denken aan het verhaal van Pieter Konijn. Geweldig, maar wat dacht je van het verhaal van Pieter, Flopsy, Mopsy, Wipstaart en Benjamin? Een hechte familie. Aww. Of misschien was de eerste toch beter. Pieter Konijn. Haha.
wat je wil doen en niet wat je moet. Nee. Je moet weten, niet vergeten, blijven vechten, zit niet stil. Je maakt me sterker, dat kan je merken, want wij zijn vrienden voor altijd. We doen het samen, kameraden, we komen steeds een beetje dichterbij. Take a fall, wrong side of McGregor's wall. Suddenly your heart is like a tennis ball, up and down and side to side. Surf so hard you think you died, no love for you. Wake up and you feel confused, slight frown as you read the news. Each day gotta pick and choose, the same old sides, the me's and you's. But it's alright, you're welcome here. Certain carnivores are in the clear, I promise you.
and heaven knows that sun can turn to rain. There's nothing much to fear though. Doors close and we all know that love can turn to pain. So let's be each other's heroes. No gate, no wall could ever split us up. Our love's forever. No hate, no fear could ever keep us down. We'll stick together. Life's nice on a sunny day. French press and a plate of hay. Some days can't escape the fray. Crazily careening like a bird of prey. This old house is never locked. Even Tiggy Winkers need to knock. I promise you. Wind blows and heaven knows that sun can turn to rain. There's nothing much to fear though. Doors close and we all know that love can turn to pain. So let's be each other's heroes. No gate, no wall could ever split us up. Our love's forever. No hate, no fear could ever keep us down. We'll stick together. We'll stick together.